niet zo'n heel druk dagje, gelukkig. Ik heb, moet gewoon nog even wat dingen afronden voor de vakantie. Dus dat is fijn. Vanavond dan ga ik met mijn moeder naar de kerstbingo op het werk van mijn zus. Ja, die organiseren ieder jaar een onwijs gezellig kerstbingo. Alleen mijn zus gaat er nooit naartoe. Maar mijn moeder en ik vinden dat heel erg leuk. Dus daar gaan we vanavond naartoe. Morgen ga ik voor de laatste keer skiën. Dat ging natuurlijk vorige week niet door. Dat had ik eigenlijk niet heel erg uitgelegd. Maar ze hadden... Ik had al afgesproken dat ik eerst zou gaan skiën. En daarna door zou gaan naar mijn neef en mijn nicht in Nunspeet. Dus dat ik gewoon later op de dag zou aansluiten. Alleen gingen ze de skilessen door omstandigheden 2 uur later plannen. Dus ja, dan zou ik of eerst naar mijn nichtje moeten en daarna vanuit daar skiën en weer terug. En dat werd me allemaal te veel gedoe. Dus heb ik het... Ja, ben ik niet gaan skiën en heb ik ervoor gekozen om naar Nunspeet te gaan. Gelukkig had ik natuurlijk vrijdag al geskiet. Dus nou, dat maakt het iets minder zuur in die zin. Maar morgen is de laatste, dus morgen nog een keertje de baan op. En dan zondag ga ik bij Jeroen eten. Dus nou, dat zijn alweer hele gezellige dingen. Goed begin van de vakantie, zullen we maar zeggen. Nu even mijn... ontbijtje opeten en aan het werk. Tot vanmiddag. Zo, weer thuis en ik heb vakantie. Yay! Echt super. Het was een pittig laatste dagje. Veel moeten doen, maar goed. Het is allemaal gelukt, dus ik kan met een gerust hart de vakantie in. En de 27e zie ik het allemaal wel weer verder. Ik ga nu even gauw geld halen, want dat heb ik nodig voor vanavond. En dan ga ik naar mijn ouders toe. Dus ik zie jullie straks weer. Zo, heerlijk gegeten. Nu ga ik me eigenlijk even heel snel klaarmaken om te vertrekken. Want het is nu 7:10. En om 7:00 rijden we hier weg. De bingo begint om 8:00. Maar we willen er gewoon wat bij tijd zijn. We hebben al mensen een tijdje niet gezien. Even bijkletsen en een lekker plekje bemachtigen. Dus... we vermaken ons daar wel als we er komen. En dan gaan we eens kijken wat vanavond gaat brengen en wat we allemaal kunnen winnen. Mijn vader gaat niet mee, maar we moeten wel een kaartje voor hem spelen. Nou, dat gaan we doen. En dan gaan we het zien. Heel veel zin in ieder geval. Na afgelopen moeilijke dagen is het wel lekker om eventjes de zinnen te verzetten. En dat gaan we zeker doen. Dus ik neem jullie gezellig mee. En dan zie ik jullie daar. Zo, inmiddels aangekomen bij de bingo. En ik vertelde net dat ze er niet zou zijn. En kijk. Haha. Is ze er toch? Hallo. Komt dat zo? Ja, blijf hier eens en dan ga ik weer naar huis. Ik moet morgen werken. Blijf jullie lekker slapen. Oh, dus je bent gewoon even aan het... gezellig, hè? Aan het buurt hier. Ja. Heel gezellig. Doe je ook bingo? Nee, ik heb heel gewoon bingo's. Maar dat doe ik niet. Ik kijk wie er ook is. Mama is er ook. En ik ga vanavond alle prijzen winnen, dus maak je geen illusies, Bianca. Oh, nou, dan weet ik gelijk waar ik op kan rekenen. Kijk, en even jou. Wil je op YouTube? Ja, je hoort hem ook niet. Hallo. Nou, gezellig. Hi. Voor de prijzen. Dus, Laura is even druk. Nou, als ik wat win, dan kom ik weer even bij jullie terug. Weer. Een foute bingo hoor je. Ze doet niet mee, zo saai. Ik heb een hekel aan bingo. Echt waar. Hij lacht er gelukkig op. Wel thuis. Ja, tot de volgende keer. Volgende keer maar weer, kijkertjes. Doei. Ik kan het gebruiken. Nou, ik nog niks. Dus
maar weer even afwachten. 2,85 voor geel. 2,85 voor geel. Hier is de prijs is binnen bij mama. Heeft u al een nummertje getrokken voor mij? Nee? Nou, fantastisch, hè? Puzzelspelletje, denk ik. 70 wit. De bingo zit er inmiddels op. Niks gewonnen. We zijn nu aan de loterij begonnen. Dubbeltje, 500. Helaas met de bingo niks gewonnen. Wel een leuk plantje gewonnen met de loterij. Het is een bingo die altijd heel erg door sponsoren worden de prijzen geleverd. Dus dat is altijd wel heel tof. Er zijn altijd heel veel prijzen. Dus die loterij duurde ook uren voor mijn gevoel. Dat is nu ook al 11:55. Ik bewaar de adventkalenders van vandaag een keertje voor morgen. Ik heb er gewoon even geen zin in. Dus die krijgen jullie morgen van mij te goed. Dus morgen weer dubbel. Zoveel plezier. Ik ga nu lekker naar bed. Want morgen is het een skidag. Dus die zijn altijd lekker intensief. En welterusten. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. Zou ik heel leuk vinden. YouTube heeft gisteren en vandaag abonnees geruimd. Dat doen ze dan als je abonnees hebt die zeg maar... Ja, inactief zijn of zo. Dus ik ben er 2 kwijt. Nou, zo jammer. Maar goed, die komen er hopelijk wel weer snel bij. En tot morgen. Goeie, fijne dag of fijne nacht. Nou, en dan zeg ik weer tot morgen. Zie je, ik ben echt heel moe. Het is maar goed dat ik nu naar bed ga.